De heer Wassenberg over de dam in het slachthuis ziet. Dank u, voorzitter. Daar staan ongetwijfeld ook nog panden met asbest in. Ja, schepen nu, net zoals wij allemaal, we hebben de afgelopen, ik weet niet meer precies, vrijdag denk ik, hebben we allemaal een mail gekregen van de bewoners van de buurt Dam, die al een tijdje aan het samenwerken zijn om ja, toch een schot voor de boeg te geven voor aan u en de projectontwikkelaar van de omgeving Slachthuis zitten te laten verstaan wat dat zij graag in hun buurt zien gebeuren, welke noden dat zij zien. Die gaan natuurlijk wat breder dan de slachthuissite zelf. Het gaat over de ontwikkeling van de dam in bredere zin. Met het idee van we kunnen maar beter zelf al eens een keer gaan bevragen en met de mensen gaan praten en wat momenten organiseren waarbij dat de buurt zijn bekommernissen kan uiten. Om die dan op te lijsten en die over te maken aan het stadsbestuur. We hebben dat allemaal gekregen. Ik ga dat niet helemaal toelicht wat daarin staat. U heeft waarschijnlijk allemaal gezien dat het gaat over een negental lijnen van zaken die belangrijk gevonden worden door de mensen die daar wonen. Dat gaat over meer groen, dat gaat over betaalbaar wonen, ook op lange termijn. Dat gaat over basisvoorzieningen, over de mobiliteitsafwikkeling. Het feit dat er toch wel wat sluipverkeer zit in de buurt. De ontsluiting van het openbaar vervoer is niet optimaal. Niet allemaal zaken die enkel door de stad moeten aangepakt worden, maar eigenlijk een algemeen beeld van wat de mensen daar willen. Nu, ik denk dat u nog in de begrotingsbespreking of net ervoor, heeft u hier nog heel even over de slachthuissite gesproken en gezegd dat de onderhandelingen met de projectontwikkelaar lopen, dat al redelijk ver gevorderd is. Dus het lijkt me wel het moment om nu de twee zaken met elkaar te gaan confronteren. Vooral ook omdat u had aangekondigd dat u met de bewoners een participatiecharter wou afsluiten. We zijn nu ondertussen een goed jaar verder en ik kan misschien wat zeggen over de stand van zaken van de onderhandelingen. Dat is mijn eerste vraag. De vraag is ook in welke fase van dat proces gaat u dan het concretiseren van de participatiecharter beginnen aanpakken? En de vraag is dan natuurlijk of u op basis van die gesprekken en op basis van de input die de buurt gegeven heeft, of u dat ook meeneemt in de projectdefinitie en dan later in masterplanning en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ik denk dat duidelijk is dat er wat pertinente noden zijn en de vraag is dan of u die nu ook meeneemt in gesprekken met de onderhandelaars en of u het advies onder welke vorm dan ook en uiteraard als het van ons afhangt in overleg met de buurt opneemt in de projectdefinitie. Dus ik denk dat het een goed moment is om een stand van zaken te krijgen en ons ook te vertellen hoe u hetgene wat u nu allemaal aan input krijgt uit de buurt, hoe u dat gaat inpassen in het hele verhaal. Ja, die was hem erg bedankt. Misschien eerst, het participatiecharter is absoluut besproken en is in opmaak trouwens. Maar het is zo dat we, het is een beetje een complexere situatie dan wanneer we dat rechtstreeks vanuit de stad doen. We zitten met een aantal eigenaars, we zitten met een brownfield convenant waarop het volledige project betrekking heeft. Nu, in elk geval is het zo dat het participatiecharter in opmaak is en besproken is met de eigenaars en zij zijn bereid mee te stappen in dat charter en die te ondertekenen. Het zal gefinaliseerd worden na de verdere onderhandelingen met de eigenaars samen met de goedkeuring van de projectdefinitie en de opstart van de wedstrijd. U moet weten dat bij dit project is het zo dat vanuit op verschillende momenten reeds vanuit de stad infomomenten en doelmomenten georganiseerd zijn samen met de buurt. Het is ook zo dat de belofte gemaakt is om de projectdefinitie niet af te werken zonder, of definitief af te werken zonder de input van de buurt. Ik heb hen trouwens ook gefeliciteerd met de professionele aanpak van hun input. En het is ook op basis van die professionele input, we kunnen nu twee dingen doen. Wij kunnen ze integreren in de projectdefinitie die is opgemaakt en voorbereid door de administratie. Of we kunnen ze er apart aan toevoegen als bijlage, waardoor ze integraal behouden blijft. Ik denk, eerlijk gezegd, dat optie 2 de verstandigste is, omdat ze dan integraal blijft.
En omdat voor de toekomstige ontwerpers het ook duidelijk is welke de stellingnames zijn vanuit de buurt ten opzichte van de administratief-ambtelijke samen met de ontwikkelaars die deel uitmaken van het proces van de projectdefinitie uiteraard. Of het overlegcomité daar althans van. We gaan die apart houden. En in de volgende fases meegeven aan de ontwerpers. Ik denk dat het beste is, waardoor het de grootste garantie dat ze ook dat hun eigenheid. Want wat is het verschil tussen een projectdefinitie die wordt opgemaakt ambtelijk en in overleg met de ontwikkelaars ten opzichte van wat je doet met de buurt? Dat is dat de ziel van die buurt, die wordt gedragen door de buurt en door wat zij verlangen in zo'n project. En dat moet je kunnen vertalen. Die daar volledig insteken, denk ik, gaat een deel die ziel verdrinken in het geheel. Het participatiecharter beschrijft de wijze waarop het overleg wordt gevoerd, zoals steeds. Zo hebben we er een aantal lopen. Het participatietraject werd op 23 mei ook reeds door het college goedgekeurd. Ik wil daar nog even aan toevoegen, want er werd suggestief rond geschreven dat dit bestuur daar zich niet aan hield. Dat is niet juist. 23 mei is er een collegebesluit geweest rond het traject. En ondertussen wordt het charter afgewerkt. In de fase van de projectdefinitie is er een participatiemoment omtrent de projectdefinitie. Dat is al in juni, of dat heeft al in juni plaatsgevonden. En hieropvolgend werden workshops gehouden. Het resultaat werd dan door de buurt in een nota gebundeld die we allemaal gekregen hebben. En na goedkeuring van de projectdefinitie zal deze teruggekoppeld worden aan de buurt. Ook in de wedstrijdfase zullen zij betrokken worden. Ik ga dat niet allemaal aflezen, maar ik veronderstel dat u beseft en weet wat dat allemaal inhoudt. Tijdens de opmaak van het masterplan zullen zij nog een keer tijdens de ontwerpfase worden workshops gehouden met de buurt over het in opmaak zijnde ontwerp of masterplan. Het goede aan de procedure die we wensen te houden, dat is dat als je de projectdefinitie input van de buurt apart houdt, dan kan je die ook apart gaan aftoetsen. Wat is daar nu effectief van gekomen? En dan moeten wij ook niet ambtelijk gaan bepalen wat er in blijft en wat er niet in blijft. En het finale masterplan zal dan uiteindelijk uiteraard worden teruggekoppeld. Tijdens de fase van de opmaak van het RUP wordt uiteraard dan de geëigende procedure van het RUP gevolgd. En dan had u nog een vraag rond de pertinente noden. Ja, de bekommernissen vanuit de wijk zijn uiteraard niet nieuw, zijn gekend. En door het traject dat reeds met de buurt is gelopen, hebben we daar een zeer goed zicht op. De nota van de buurt, waarin het advies integraal is opgenomen, zal aan de ontwerpers worden bezorgd als input, zoals gezegd, net zoals de projectdefinitie. Ik denk dat dat een procedure is. Het is de eerste keer dat we dit op deze manier doen. Maar ook omwille van het feit dat dit echt goed uitgevoerd is. Ik denk dat we daar ook mogen duidelijk in zijn. Ze hebben daar echt werk in gestoken, ze hebben dat goed gedaan. Ze leveren ook een professioneel document af. En dan vind ik dat we daar als stad ook op de juiste manier moeten op reageren. Wist u nog te reageren? Dat graag. Ik bedank de schepen voor zijn uitvoerig antwoord. Ik heb halve vragen, halve bedenkingen. U heeft gezegd dat het participatiecharter in opmaak is en dat de eigenaars bereidheid hebben getoond om dat te tekenen. Maar is er over dat charter zelf al met de bewoners gesproken? Want het is een beetje eigenaardig om te horen dat het in opmaak is door de administratie, dat de eigenaars het al wel bereid zijn om het af te kloppen. Het zal nog finaal moeten afgerond worden. Maar op het charter zelf, de tekst en al wat daarin staat, is dat ook al besproken met de mensen die dit document hebben afgeleverd? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag, ik denk dat er uiteraard goede argumenten zijn om het op de manier te doen die u zegt, het volledige document houden en het eraan toevoegen. Maar wat weerhoudt u ervan om degenen die het hebben opgesteld, daar ook een oordeel over te laten vellen? Misschien vinden zij dat niet de goede manier, ik weet het zelf niet. Ik denk dat er inderdaad twee manieren zijn. Ofwel gaat je zien hoe dat je dat echt gaat vertalen en plukt je daar stukken uit, dan staat het echt in de projectdefinitie. En anders is het een integraal deel dat er als bijlage bij is. Ik denk dat voor beide iets te zeggen is. Maar ik zou toch suggereren dat u daar
de dialoog over aangaat. Ik denk dat mensen zijn die inderdaad getoond hebben dat ze een professioneel werk kunnen afleveren. Dus ik ga ervan uit dat er ook, professioneel mee te praten valt om, om eens te kijken op welke manier dat zij het gevoel hebben dat ze daar het beste een antwoord krijgen op hun bekommernissen. Dus ik zou gewoon suggereren, de keuze die u uiteindelijk maakt, die u zegt al gemaakt te hebben, ik zou voorstellen om dat te doen samen met degene die het gemaakt hebben. Dankjewel. Dan is deze commissie tot een einde gekomen.